Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Brand en Immink, waarbij Brand helaas het na zijn terugkeer het heel belangrijk vond om een weekje weg te gaan. Dus ik zit hier met... met wie zit ik hier eigenlijk? Met Cameron. Oh. Heb je mij nu alweer vervangen? Eerst weer voor Maarten. Dus hartstikke fijn dat jij, toch weer even op hier wil nemen deze keer. Maarten is gewoon beter. Nou, hij is nog niet echt beter, maar wel weer aan het werk. Ik vind wel een beetje lullig hoor, dat hij dan naar Bert gaat. Van alle mensen ook nog. Oh, wat erg. Dat is een soort extra dolk naar de kijkers. Maarten, hoe kun je... Ja... Dankjewel voor de koffie. Ik zal zo meer. Ik kreeg in de comments vorige week het verwijt dat ik voor Maarten veel meer koffie zet dan voor jou. Ja, dat klopt. Ik had dat vorige week, niet afgelopen, maar de keer daarvoor inderdaad ook laten zien. Ik liet aan iedereen zien dat mijn kopje leeg was en dat hij niet bijgevuld was. Nee, maar dat heeft ook te maken met dat het vooral is ingegeven door mijn eigen zin in koffie. Maarten vraagt bijna nooit, of hij vraagt erom, of ik heb zelf zin in koffie. Ik weet het niet. Ik heb gewoon het idee dat je gewoon veel dienstbaarder bent naar Maarten dan naar mij. En dat er echt een ongelijkheid is in... En ik wil ook, ik bedoel, het gaat denk ik ook om mijn kleur. Jouw kleur? Ja. De kleur van de koffie? Ja. En de kleur van mijn haar. En ik denk gewoon dat je daarmee iets... Jij wilt peper en zout koffie. Peper en zout koffie, ja, precies. Ja. Zeg je nou dat ik peper en zout haar heb? En wat is het dan voor kleur? Bruin. Bruin met highlights. Geef je nou aan de mensen door dat ik dus mijn haar verf, dat ik eigenlijk grijs ben? Welkom bij weer een aflevering van Hoe doe ik mijn haar? Ja, en wat heb ik aan vandaag? Ja, ik wou toch even beginnen met een mannendingetje. Oh. Die raketvangst van Elon Musk. Heb je die gezien? Oh, dat is wel cool. En Waarom is dat een mannendingetje? Dat weet ik niet, maar... Omdat er vuur en dan een raket en dat is toch gewoon... Dat vindt de mens toch heel cool. Ja, ik vind het... Maar ik zat echt, toen ik dat filmpje zat, dat je ook het geluid vanuit de control room hebt... Ik zit gewoon mee te juichen met die mensen. Ik vind het zo ontzettend gaaf. Ik bedoel, mijn eerste lancering was een van die space shuttles. Die kon je dan ook live zien. Dat ontbranden en dan dat langzaam... en dan dat trillen. En dan op een gegeven moment ontploft er ook nog eentje een paar jaar later. Dat is dan wat minder, maar... Ja, en dan valt er dus van alles. Normaal gesproken valt er... Het ene moment valt er iets in de zee... en het andere moment valt er dan iets... en dat drijft dan ergens... zweeft dan weer ergens. Ze hebben ongelooflijk veel afval. Maken onze eigen meteorietenregens met afval eigenlijk. Ja. Maar dit, heel cool. Had jij niet geschreven... jij gezegd... Je zou denken dat het gewoon weer teruggespoeld wordt. Reverse. Maar ja, reverse, ja. Dat dacht ik eerst echt, want ik wist helemaal niet dat het aan de hand was. Het is gewoon een lancering omgekeerd. Maar zeg maar, dan zou dat betekenen dat die mensen, zeg maar, die dat filmden op de kust, gingen juichen minuten of seconden voordat die omhoog ging. Dus... Ik vind dat ook leuk, als je juicht en dat die dan omhoog gaat. Dat zou toch... Ja, maar dat je dan ook stopt met juichen op het moment dat die... Dat het gebeurt. Ja. Oh, ja. En dan heel zenuwachtig wordt. Nee, ik vond het ook te gek, ik moet eerlijk zeggen. Het enige wat ik dan weer grappig vind, is... daar zijn dus ongelooflijk knappe mensen die dit allemaal maken. Die daar heel veel tijd in stoppen, dit allemaal bouwen. Dan zien wij het resultaat. En wat staat er dan? Stond er niet... Elon Musk heeft het weer gedaan. Het is ongelooflijk. En dan denk ik, het is wel zijn bedrijf, toch? Is het nog zijn bedrijf? Het is zijn bedrijf, ja. Ja. Hij heeft het gedaan. Hij is best wel een knappe kop en hij betaalt het allemaal. Heeft hij allemaal laten doen, hè? Ja, hij was vroeger... Dat hij ineens een volle bos haar had, dat vind ik altijd heel mooi. maar hij betaalt het allemaal uit eigen zak.
een bedrijf betaalt... Kijk, dat een bedrijf niet succesvol is, dan betaal je het allemaal uit eigen zak. Nee, ja, als een bedrijf succesvol is, dan betaalt het bedrijf... Nee, maar dit is zonder staatssteun. Het heeft niks met NASA te maken. Ja, dat vind ik wel een basisactie. Nee, zeker. Een basisactie. Ja, een basis. Nou ja, dat is het natuurlijk ook. Maar het bedrijf was er. Anyway. Ik zou denken, fantastisch. Ook van de wetenschappers die dit voor elkaar hebben gekregen. Het was erg indrukwekkend. En ik bedacht mij ook direct dat over 20 jaar... Dan zijn dit soort dingen dus heel normaal. En is het heel raar dat we gewoon maar al dat... Dat we al die dingen... kapot lieten gaan en dan afval creëerden. En dan denken ze, hoezo hebben ze dat niet vanaf het begin? Weet je wel? Dan heb je dan kinderen die dan zeggen... Maar papa, waarom ging dat niet altijd zo? Zijn in de toekomst. Je kan ook niet testen, want dit is dus allemaal een systeem bedacht om te pendelen naar Mars. Ja. Het schijnt dat je op Mars makkelijker kan landen dan op de aarde, omdat daar minder zwaartekracht is. Maar die landing daar kan je dus niet testen. Dus dat... Nee, dan moet je ook misschien een hangar of zo daar al eerst neerzetten. Het is de kans dat het met een eerste bemande fout gaat, is natuurlijk ook aanwezig. Ja, ik vind het allemaal... Het is indrukwekkend, ja. Het is heel indrukwekkend. Ja. En ook als we het dan toch over Mars hebben, dan kunnen we eigenlijk direct door naar een ander puntje. Is dat de kometen, meteorieten en het gruis daarvan, alles wat hier nu op aarde terechtkomt, daar zijn ze achtergekomen dat 70% daarvan eigenlijk allemaal vergelijkbaar is. Dus dat het van dezelfde plek vandaan komt. Ja. En dat zit tussen Mars en regens. Is hij leeg? Nee, hij doet het wel. Hij deed even klikken, niks doen. En dat is de planetoïde gordel tussen Mars en... Het interesseert graag. Tussen Mars en Jupiter. Ja. Dat hebben ze dan onderzocht. Dus uit die vergelijking blijkt dat ongeveer 70% bestaat uit ijzer. En dat ze uit 3 planetoïde families afkomstig zijn. Het gaat om Massalia. Karin. En Mithril. En Coronis. Nou ja, ik vind Karin dan ineens zo niet... Hoe schrijf je Karin? Gewoon K-A-R-I-N. Oh. Misschien echt een hele irritante die dan heel erg klaagt. Tante Karin. Heb jij tante? Ik heb tante Karin. Oh, sorry. Dus een hele aardige bedoelde ik ook, ja. Dus dat is wel grappig. En toen dacht ik ook van, wij kunnen dus nu... Als je dus bij een regenpijp eronder, je zet een pannetje neer of weet ik het wat en je... Beetje Karin opvangen. Hoe weet je dan wat dat is? Kan je dus met een magneet. En alles wat aan die magneet blijft zitten, is dus meteoriet. En nu weten we dus ook, het komt uit... Dan heb je gewoon een stukje wat bij Mars vandaan komt. Ja. Een mannending, maar ik vind het zo leuk. Cool ook. Nou, dan ben je ook gewoon... Ik ben een topvent. Echt een topgozer. Ja. Dan gaan we... 1 in 2. Ja, dank. Maar over die meteorieten die dan op aarde neerstorten... Hè, hoe klein dan ook. Is het niet ook gewoon denkbaar dat die helemaal niet... op aarde neerstorten, maar dat die gewoon in die gordel lekker stilhangen en dat die aarde er gewoon tegenaan zwiept. Ik bedoel, altijd maar alles komt naar ons toe. Nee, maar wij bewegen ook, hè? Ja, weet je, het moet niet van één kant komen. Laten wij eens bij jullie langskomen. Nee. Ja. Nou ja, maar daar zit natuurlijk een dubbelheid in de zin dat zij gaan. Zij bewegen zich voort en wij bewegen ons ook voort. Maar het hangt er vanaf wie in wiens baan terechtkomt. Ja. En wij hebben op zich een rijtje wat we afleggen. Ja. En zij gaan... Ja, dat, nou ja, goed. Ja, het beweegt allebei. Dus de politie, ik was het niet. Ik was op een voorrangsweg. Dat is een goeie. Heel goed. Dus zij hebben een stukje aarde steeds. Op hun meteorietengordel. Ja, maar ook mooi. Dat ze dan gaan onderzoeken. Dat ruimteafval. Daar zitten wel heel veel stukjes SpaceX tussen.
Of ja. Heel veel stukjes waar NASA op staat. Ja, ja, het is toch al 70% is de herleider van 100% op dit moment. Maar dat zou interessant zijn als het blijkt van dat andere afval, wat dan echt stukjes, dat dan wordt gezegd van niet alles is terug vanuit de aarde. Nee. Maar dit is wel een geschreven stukje. Ja. Hebben we dat niet met de radiogolven al? Dat we die dus uitzenden met informatie over de aarde. Dat we dus een uitzending hebben gestuurd op een gegeven moment over alle basisinformatie. Ja, de Voyager heeft een gouden beeldplaat. Wat wie had vroeger voor de DVD en toen de CD er was, had je opeens een soort grote schijf. Oh, opa, vertel. Heel even, is geflopt. Maar volgens mij zit zo'n schijf in de Voyager. Ik dacht ook in de radiosignaal. Ja, dus dat blijft of zo. En dat wij dus ook nog steeds proberen op te vangen of er radiosignalen naar ons toe worden gestuurd. Ja. Maar het is toch heel ouderwets. Die aliens doen het allemaal veel moderner. Ja. Ja. Precies. Ja. Ja, verder, ik heb daar verder geen linkje bij, want dat kan ik wel opzoeken. Maar ik wou het toch even gemeld hebben. Yvonne Jaspers is uitgeroepen tot slechtste tv-presentator van het jaar. Ik wist niet dat daar een verkiezing voor was. Dat weet je ook niet. En wie waren er nog meer in de running? Weten we dat? Geen idee. Wil je dat ik het op ga zoeken? Ja, ik wil dat wel weten. Want wie zijn er allemaal echt ontzettend slecht in Nederland? En vinden we dan ook dat daarvan Yvonne de allerslechtste is? En waarom? Want ze werd toch ook jarenlang bejubeld? Ja, je schrijft Yvonne, maar het is Yvonne, ja. Is dat nu? Nee, ja. Nou ja, het punt is dat zij heeft natuurlijk... Zij is van de Boer zoekt vrouw, hè? Dus de boerenliefde en die... En dat is... Die programma's zijn gewoon betaald door de boerenlobby. Ja. Heeft dat er iets mee te maken met dat het gewoon eigenlijk een marketingcampagne is in plaats van een liefdesprogramma? Sinds BNB Vol Liefde het succesvol is zonder sturende presentator, valt het eens op dat een betuttelende tv-koppelaar afleidt. Vorig jaar werd dat duidelijk toen Yvonne Jaspers, een 42-jarige boer, heigerig ontfutselde dat hij nog maagd was. Ze sloeg nog net niet haar hand voor haar mond. Ach, wat sneu. Ja, dat is sensatie. Het wordt dus vergeleken met dat soort programma's en Lang Leven de Liefde. Dat, ja, waarom moet er een presentator bij? Ja. Kan jij nog herinneren dat vroeger tussen de televisieprogramma's... dat je dan zo'n Hans van der Tocht de programma's aan elkaar praatte? Hans van der Tocht, nou dat is dus... Dat vind ik klasse. En Hans van der Tocht en andere vrouwen, zeg maar. Nou zeg, ik vond hem echt zo'n beetje een klassieke man. Ja, maar in die zin is Yvonne Jaspers dus ouderwets, omdat je hebt dat niet meer nodig, dat iemand tussen de programma's zegt van, we hebben nu naar het journaal gekeken en we gaan zo naar Sterrenslag kijken. Nee, precies. En net zoals eigenlijk, wij willen die mensen leren kennen, wij willen graag kijken naar mensen en dan heb je dit soort programma's. En daar heb je met First Dates bijvoorbeeld, dan plaatsen gewoon overal camera's. Ja. En dan vergeten mensen ook, want als er zo... Oké, we gaan nu starten, zeg maar. En je mist de leuke momenten, want niks is echt spontaan. Maar als je die verborgen cameraatjes hebt, dan krijg je de echte reacties. Dus in dat opzicht denk ik dat we dat nu ook veel liever hebben. Maar ligt dat dan aan Yvonne Jaspers? Nee, dat... Behalve dat het... Ja, wordt, dit is gewoon eigenlijk een beetje... Maar je vindt dat betuttelend. Nou, zij zeggen dat, ja. Dat zegt Mark Koster van de Telegraaf. Mark zegt het. Mark bekijkt het. Mark bekijkt het, ja. Dus, nou ja, weet je, ik heb zin in een kopje koffie. Wat jij? Mijn is net op. Hij was eigenlijk ook een beetje koud alweer. Hoe kan dat? Ja, dat gaat zo snel, joh. Het is hier ook niet warm. Nee, dat is... Er zijn ook eisen gesteld, daar mag jij even over nadenken. Over scholieren, dat ze moeten leesbaar schrijven en verstaanbaar praten. Ja. En was dat nou een versoepeling of een verzwaring van de eisen? Dus dat zou ik dan ook wel even willen opzoeken. Nee, volgens mij is dat een aanscherping. Want, ja, toch? Dus leesbaar schrijven en praten. Ja, en leesbaar schrijven gaat dus niet over het
samenhangende zinnen, maar echt over het handschrift. Oh ja. Nou ja, dat, dat vind ik wel een ding, want ik kan mijn eigen handschrift niet lezen. Ik heb een onleesbaar handschrift. Echt? Ja. Nou, ik heb vrije school gedaan en daar is alles moest je zelf schrijven. Dus je kreeg zeg maar schriftjes zonder lijntjes. Dus dan leer je gewoon echt strikt om één keer nog een keer alle informatie tot je te nemen, omdat je het nog een keer moet uitschrijven zelf. Je moet dus tijdens het luisteren moet je al een samenvatting maken van de lesstof. En je moet gewoon het zo schrijven, recht en duidelijk, dat je het zelf weer terug kan lezen. En ik merk gewoon dat op een gegeven moment heb je andere scholen waar ik dan mensen mee omging. En die hadden gewoon, die konden alles uit boeken. Niks wat ze zelf opnieuw schreven. Eén, dan heb je toch al een achterstand, want je hebt wel sneller geleerd. En twee, het is inderdaad zo dat er mensen dan niet goed... ik ga helemaal in de stress. Ja, dat mensen dan... niet leren om goed te schrijven. Er zijn echt... sowieso, we zijn natuurlijk veel meer op de computer. Veel meer alles typen. Maar ook met afkortingen en dat soort dingen. Net als een paar jaar geleden is dat al met sms-teksten en zo. Ja. Dat er al werd gezegd, het heeft invloed op hoe jongeren schrijven. Ja, docenten die, sommige docenten die gingen een proefwerk... gewoon al meteen in dezelfde les al nakijken. Bij mij soms. Ja, ja. En die mij deden ze dan als laatste. Echt van, oh Martijn, omdat ze gewoon... dat ik slecht leesbaar was. Echt? Ja, bij ons kreeg je gewoon onvoldoende als je niet goed schreef. Zeg maar niet leesbaar schreef. Dan moet je het gewoon echt... Toen ik 14 was, ben ik weer op schrijfles gezet om daar wat aan te doen. Oh ja, en? Dat heeft dus... Want jij zegt, ik kan nog steeds niet goed schrijven. Dus het heeft nul... Nee, ik ben toen... Je krijgt zo'n schrift aangeleerd waar je alles met krullen aan elkaar doet. Dat maakt het onleesbaar, want de R, de S en de V, alles leek op elkaar. Oh, dat was allemaal zo'n ding. Ja. En toen ben ik gewoon... ik heb me aangeleerd om alles los te schrijven. Oh ja. Nou ja, dat is op zich... ik vind het heel erg mooi als je... vroeger leerden we ook kalligraferen en zo. En er zijn toch dingen waarvan ik denk dat het goed zou zijn als we dat... omdat je handvaardigheid... al die dingen zijn toch belangrijk. En ook wat je merkt in debatten bijvoorbeeld... of mensen leren niet meer discussiëren, debatteren. Nee. Vroeger was dat gewoon een onderdeel. En nu gaan ze dan gaan ze direct op de persoon. Ja, wij zitten natuurlijk op die social media, krijg je dat heel veel. Dan geeft iemand een punt, blijf je feitelijk... ondanks dat je verschilt van mening over dingen. En dan gaat iemand... maar ik vind ook sowieso het een lelijk wijf of zo. En dan denk ik... Oké, maar dat heeft op zich helemaal niks te maken met het punt zelf. Of ze gaan ineens een heel ander voorbeeld erbij halen. Van, maar dat heeft iemand anders, is prima. Dan kunnen we het daar later over hebben. Maar nu hebben we het over dit punt. Ja. Mensen kunnen niet meer discussiëren. Nee. En mensen kunnen niet meer, kunnen niet meer accepteren dat er ook andere meningen en andere stromingen zijn. Ja. Ja, en het gaat dan dus ook niet om samen erachter komen wat zou het kunnen zijn. Maar het gaat dan echt om, ik moet dit winnen. En er zijn ook maar heel weinig mensen die zeg maar, ideologisch aan de andere kant staan... waar je een soort op vriendschappelijke manier mee kan blijven praten. Want je hebt gewoon over dingen waar je het niet mee eens bent. Ja, of dat ze zeggen, oh mijn hemel, heb jij vrienden die daarop stemmen? Ja. En dan, kijk, ik begrijp als er echt iemand die heeft iets verschrikkelijks gedaan. En dat je dan zegt van, dat je dat afkeurt. Dat is prima. Maar ik had, op een gegeven moment was er iemand die ik ken en die had echt iets vreselijks gedaan. En toen had hij toch nog iemand die met wie die kon praten en dat soort dingen. En toen dacht ik, oh ja, ik hoef diegene niet meer te zien. Maar het is wel goed dat iemand nog mensen om zich heen heeft. Want ook, stel dat je dan berouw hebt of wat dan ook... moet je iemand, je moet ergens naartoe kunnen gaan. Daar heb je mensen omheen nodig. Ja. Maar ik denk wel dat als je anders politiek zit... zolang je allebei dat op een integere manier bekijkt... je hebt allebei gewoon een andere visie van wat het beste zou zijn... Ja.
dan verschil je gewoon van mening. Dat kan, maar als je bedoelt het allebei het beste. Ja. Ja, maar ik bedoel gewoon dat ik moet denken aan een vriendin die gewoon echt totaal andere standpunten heeft in de politiek. Ja. Maar daar kunnen we gewoon over praten en dan zeg ik weer wat ik vind. En dan lachen we en dan zeggen we, ja, dat kan ook. Ja. En dan, er zijn ook mensen, dat zodra ik maar iets positiefs over Trump zeg, die gewoon... Flippen. Die in een soort woeste, boze boosheid. Nou ja, vorige keer hadden we het dat jij zei, ik ben wel fan van J.D. Vance. En toen moest ik lachen. En toen zei ik, hoe heet hij ook alweer? Tim Walz. Tim Walz vind ik wel leuk. Ja, moesten we allebei lachen omdat we dachten, nou, maar dat is toch een beetje gekkigheid. Maar ja, het is prima, zeg maar. Ja, Tim Walz wordt nou beschuldigd dat hij kinderen aan het groomen was. Dat duurde nog lang. Voordat we met dat frame kwamen, dat heeft... Nee, niet altijd niet meer. We zitten al zo lang. Nee. Nou, maar ik denk dat het... er was vannacht een debat. We nemen dit op donderdag op, trouwens. En het komt waarschijnlijk pas vrijdag online. Dus alles wat er vrijdag... Waarom? Omdat ik straks dingen moet doen en ik het vanavond pas klaarmaak. En dat mijn idee is dat vrijdagmiddag online zetten dan beter is dan vrijdagochtend. Nee, maar ik bedoel, waarom doen we het niet morgen? Omdat ik morgen moet werken. Ik kan ook niet, maar dat wist je niet. Oké, ja. Maar er was een debat met Kamala. Kamala. Harris. Ja. Bij Fox. Nou ja, ik dacht van misschien moet ik stukjes laten luisteren, maar het houdt gewoon niet op. Met wat ze zat dus bij Fox. Ze is gewoon niet capabel om ongescript antwoord te geven wat hout snijdt. Mensen moeten het zelf maar terugkijken. En wat me nog meer verbaast is dat er ook nog mensen zijn die al die dingetjes hebben gezien en die dan beweren dat het eigenlijk een ijzersterk optreden was. Ja, maar ik vind dit dus heel grappig. Want jij zegt, dit heb je wel eens vaker gezegd, van ja, ze zegt dan dingen en het gaat helemaal nergens. En dan denk ik, ja, maar ik heb zulke soort filmpjes dus gezien van Trump. En dat ik dan denk, hoe kan je die filmpjes hebben gezien? Je hoort hem praten, hij roept maar wat. En dan dat je dan nog daarna denkt, ja, maar dit is echt een goed idee. Ja. Ja, nou ja, goed, wat zag ik nu vanmorgen weer iets over? Dat zijn dan, zeg maar... Bij Trump zijn het ook volgelingen, zou ik bijna zeggen. In plaats van gewoon... Maar die mevrouw die zei ook... Je hebt God en dan heb je Trump. Nee, maar Trump die zat laatst een uur lang bij Andrew Schultz. Dat is een Amerikaanse stand-up comedian. In een soort huiskamersetting, weet je wel, wat al die podcasters dan doen. En die zitten dan en die hebben dan een gast. En dat was deze keer Trump. En dan is het ontspannen met een grapje. Als er een grapje op de man wordt gemaakt, dan lacht hij mee. En dan zegt hij snel daarna van... Maar dat is natuurlijk gekkigheid. Op een ja, niet verkrampte manier. Oh ja. Ja, ik vond het grappig dat er over Kamala werd er dan gezegd van ja, zij doet. Eerst werd er gezegd ze doet geen interviews. Toen werd er gezegd oké, ze doet dan wel interviews, maar dan doet ze het bij podcast en weet ik wat. En toen dacht ik, hoe kan je nou een argument geven? En dat is heen en weer, hè? Hoe kan je nou zeggen, ja, maar Kamala doet alleen maar dingen bij podcasts en dat soort dingen. Terwijl Trump doet precies hetzelfde, maar dan is het geen argument. Dus je kan bij het één. Nee, maar Trump doet het niet. Trump is overal. Maar je zegt nu net letterlijk het voorbeeld. We spoelen heel even terug. Ja, oké. Maar wat doet... Kamala doet gewoon minder. Ja, dus nu omdat... ik geloof dat het nu 58 of 59, 41 is. Ja, maar ik denk altijd waar het gaat alle kanten op. Het hangt er ook vanaf waar je luistert. Ik moet zeggen, een paar jaar geleden zijn er van die polls over hoe het zit. En dan is het toch totaal anders daarna weer. Dus ik ga daar eigenlijk...
Ja, maar toch meestal... Het wordt ook ingezet om mensen op een bepaalde manier te laten stemmen... of ineens toch te blijven stemmen. En dus die polls daar... Maar meestal zijn de polls in 2016 en in 2020... Trump doet het altijd net iets beter dan in de polls. En hij doet het nu zoveel beter dan dat hij bij de vorige twee verkiezingen in de peilingen stond... Oh ja. En daarom zijn ze allemaal in paniek bij de Democraten. Ze moet airtime hebben. En ze zei ook in het afsluitende vraag bij Fox... zei de interviewer van... ik hoop dat u uw verhaal over Trump gewoon kwijt bent... maar eigenlijk wilden de kijkers u leren kennen. Echt waar, werd dat gezegd? En waarop zij zei van... kijk anders even op mijn website, daar staat wel wat... Oh ja, maar als ze dan nog zou moeten beginnen als het aan het eind was... dan is dat ook wel dat je dan zegt... nee, goed dat je het doet, laten we er nu een uur over kletsen. Dat werkt natuurlijk ook niet goed. Ja, maar het is wel waar, ik denk niet dat dat werkt. Kijk, als je wil zeggen waar je voor staat... en je kan alleen antwoorden met niet... dat of nee, weet je wel. Je hebt in Nederland ook wat politieke partijen... die op alles van, hoe willen we het? Niet zoals zij. Ja, ja, dan kom je niet verder. Want wat is dan je eigen visie? Dus hoe komt dat niet? En er werd ook gezegd van... we hebben het over het beleid van de afgelopen 3 jaar. Dat is jullie beleid. Dat is ook jouw beleid. Ja, maar Trump... begon toen ook al met te runnen voor presidency. Dus het is alleen maar Trump bad. Ik ga toch één stukje laten horen... waar het een sluw opzetje van de interviewer is... waar ze dan voor valt... He is unstable. He is unstable. He's not well. You say he's dit gaat over Biden, hè? Nee, dit gaat over Trump. He is unstable. He's not well. You say he's mentally not stable. He's not stable. Let me ask you this. You told many interviewers that Joe Biden was on his game, that ran around circles on his staff. When did you first notice that President Biden's mental faculties appeared diminished? Joe Biden, I have watched from the Oval Office to the Situation Room. And he has the judgment and the experience to do exactly what he has done in making very important decisions on behalf of the American people. Joe Biden is not on the ballot. I understand. And Donald Trump but is. But you talked about it. And Donald Trump after is. George Clooney said within a few minutes of talking to Donald President Biden Trump, at a fundraiser that he thought this was not the same Joe Biden that we saw on the debate. Nah. En zo gaan ze een beetje door elkaar schreeuwen. Ja, ja, ja. Door. Ik las ook dat de interviewer gaf een statement... dat ze zouden om 5 uur beginnen. En dan kwam ze al een kwartier te laat. En toen ze zouden 45 minuten praten. Het was uiteindelijk 25, want door allerlei omstandigheden. En het moest voor 6 klaar, weet ik veel, timeslot. Dus... als het maar zo kort mogelijk was. Nee, dat zeg jij nu. Dat is jouw antwoord. Dat was... Wat moest voor 6 uur klaar zijn. Ja. Nou ja, goed. Daar kan je dan niet iets over zeggen, zou ik zeggen. Als jij zegt van er waren omstandigheden waardoor het zo liep en het moest om 6 uur. Ja, maar ik bedoel meer te zeggen dat die conclusie niet echt ergens op gebaseerd is. Nee. Oké. Okay. Daar pak ik je even op, als je het niet erg vindt. Ja. Maar ik... Ik zou toch de mensen willen aanraden dat hele ding te kijken. Dat is gewoon makkelijk te vinden. En dan kijken we of je daar iets positiefs kan uithalen. Want dat doen mensen dus. Ja. Nou, ik heb het niet gezien. Maar... Wat me bij een ander filmpje brengt. Even kijken, had ik die wel opgeslagen? Hier. Trump wordt gevraagd om 3 goede kwaliteiten van Harris te noemen. Maar het lukt hem ook nog. Mr. President, I only think it's fair to ask the same question I posed the Democrat candidate. ¿Cuáles son las 3 virtudes que usted reconoce en la vicepresidenta Kamala Harris?
What are the three virtues that you see in Vice President Kamala Harris? That's a very hard question. Maar hij doet het wel. That's the toughest question. The other ones are easy. I'm not a fan. I'm not a fan. I think she's harmed our country horribly, horribly at the border, with inflation, with so many other things. But she seems to have an ability to survive. She seemed, because, you know, she was out of the race and all of a sudden she's running for president. That's a great ability that some people have and some people don't have. She seems to have some pretty long time friendships. And that's, you know, also, that's, I don't call that an ability. I call that a good thing. And she seems to have a nice way about her. I mean, I like the way, you know, some of her statements, some of her, the way she behaves in a certain way. But in another way, I think it's very bad for our country. Ja. Very bad. Nu gaat hij al door. Ja, gaat hij snel stoppen! Nee, nee, maar dat gaat. Maar je omgekeerd. Kan zij dat niet? Zou zij dat over haar hart kunnen verkrijgen om, ik bedoel... Maar hij zegt natuurlijk niet echt iets over haar politiek gezien. Over, hij zegt iets over, nou, ze heeft een leuke uitstraling. Of ze, nou ja, ze zegt wat dingen die op zich oké zijn. Lange vriendschappen, dat is misschien het enige wat echt iets is. Waar hij iets fundamenteels mee zegt. Omdat hij daarmee aangeeft dat ze mensen trouw zijn en zij trouw is. En dat is denk ik, dat is eigenlijk het enige echte punt. Want die eerste ook, she seems to have an ability to survive. Dat zijn van die, dat is een onderuithalende opmerking. Dat is, daar heeft een speciale naam. Dat is dan dat je iets geeft wat lijkt op een compliment, maar het is eigenlijk een belediging. Oh, dat is zoiets als dat je naar de kapper bent geweest en dat je dan zegt, oh, ik vond je vorige haar ook zo leuk, hoe je het vorige keer had gedaan. Dat vond ik zo te gek. Dat, en hoe klinkt dat dan? Nou, dat ben ik dus even kwijt. Kunnen vast mensen aangeven. Maar het is een verkapte belediging. En dit is, ze heeft het vreselijk gedaan. Ze was uit de race. Ze zou niks meer worden. Maar nu runt ze voor president. Dus ze heeft een... she seems to have an ability to survive. Ja. Dat is zoiets als dat je zegt, kakkerlakken vergaan ook niet. Dit, ik zou niet zeggen dat dat een compliment is. Het is van de drie complimenten die hij zegt, is één haar uiterlijk of haar... Nee, en eigenlijk haar is er maar eentje, ja. Maar dat is dus niet... She has a nice way of her. Hoe zei hij het nou? Ja, there is something nice... Nou ja, zoiets. Maar, ze doet het leuk. Ja, maar dan begint daarna direct daarna natuurlijk de enorme troep. Ja, die bespaar ik u. Maar er is natuurlijk eigenlijk, kan je gewoon best een hoop zeggen over hem. En je zou hetzelfde kunnen zeggen van oké, hij heeft... in plaats van dat je zegt, hij heeft heel veel bedrijven gehad waarvan de meeste failliet zijn gegaan, kan je zeggen van nou, hij heeft steeds een nieuwe manier gevonden om opnieuw op te starten. Weet ik wel. Zoiets zou je kunnen zeggen. Of hij blijft doorgaan en ook met een tegenslag blijft hij terugkomen. Zulke soort dingen. Maar dan gaat het dus echt over zijn mentaliteit in het inzetten van dit gaat niet over... Het is toch een. Het zijn allemaal toch verkapte klappen in het gezicht. Jij dacht dat je. Nee, ik weet het. Een goede opmerking. Ja, dank. Ja. Maar ik had ook niet echt anders verwacht van jou en van hem. Nee, maar ik ga er eerlijk naar luisteren. Dan, want je laat mij dingen zien die ik krijg. Deze content krijg ik niet. Nee. Dus op zich. En ik moet wel zeggen, hij doet het. Hij laat zich niet volledig uit het veld slaan door de vraag, zeg maar. Dus het is absoluut een ander. Maar hadden we het eerder, dat mocht ik niet meer zeggen, maar ook wel eens een keer over gehad. Dat hoe hij er nu bij staat is heel anders dan hoe hij de vorige keren erbij staat. Veel minder boos. Ja, veel minder boos. Veel minder. Het is nog steeds ongelooflijk oranje, maar iedereen mag zijn eigen... ik had op een gegeven moment... Dit gaat puur over uiterlijk, hè. Maar dat is natuurlijk niet hoe iemand... iets zal runnen, maar ik vind een voorkomen ook een manier van respect. Maar ik zou zo denken dat als hij niet dat met zijn huid zo doet, dat enorme... Het is namelijk zo ook nog, weet je wel, tot hier. En dan die nek is nog gewoon heel bleek. Ik zou denken, als hij ze gewoon zo oud als die is, dat... naar buiten zou draaien, uitdragen. En dan ook de manier hoe hij nu... Ik ben...
strategie aan te geven voor de campagne. Wat een slecht idee dit. Maar want hij doet dat rustig. Doet hij, oh, hij staat er, hij denkt even na. En terwijl hij nadenkt, blijft hij wel kletsen. Dus dat is ook op zich stabiel en goed. Als hij dan nog wat zou doen aan dat oranje gezicht en misschien pakken draagt die daadwerkelijk op maat zijn, ja, dan zou die er veel stabieler nog weer uitkomen. Ik zag ook een filmpje waarin ook een vraag uit het publiek werd gesteld en die vrouw was overduidelijk heel erg zenuwachtig, hè, gespannen, want voor een microfoon met een presidentskandidaat. En dan zei hij eigenlijk om op gemak te stellen, you got a great voice. En toen zei ze van, ik heb eigenlijk een soort nervous breakdown right now. Een panic attack. En daarna was ze gewoon, daarna was de pressure eraf. Oh, wat goed. Dus ja, dat, heel goed. Dat soort dingen, ik bedoel, zit wel wat menselijkheid in. Nee, er is één zo'n filmpje, zo'n meme. En dan doet hij, wat doet hij dan zo? En dan kijkt hij zo rond en dan zo. Ja. Zo, ja, dus, vind ik, ik moet zeggen, ik vind dat een leuk filmpje. Maar verder staan hij en ik niet op dezelfde lijn politiek. Op dezelfde gezien. Pagina? Nee, niet op dezelfde pagina. En er is nog een assassination attempt voorkomen, zegt men. In Californië. Thank you all for coming here today. I am Chad Bianco, I'm the sheriff of Riverside County. And we are obviously here to talk about an incident that occurred yesterday at the rally that former President Trump had in Coachella. Yesterday afternoon, before former President Trump arrived to the rally, we made contact with an individual on the inner perimeter of our operation at the rally. As you can imagine, this was a very large event. In regard to previous attempts on the former president's life, this was not something that we were taking lightly. We had a very detailed plan in place on how we were going to keep not only the former president safe, but all of the participants or the attendees of the rally. Anyway, wel grof. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat de oplossing, dat mensen dus denken dat dat dan de oplossing is. Dat als je denkt, dit is een bedreiging en de enige manier om die bedreiging tegen te gaan is het kapot te maken. Ja, dat, ik had wel over dat Coachella had ik begrepen dat er dat er getallen werden genoemd over de hoeveelheden mensen die daar dan waren geweest bij de rally voor Trump. Die misschien met wat nulletje extra dat niet helemaal mogelijk was. Maar we hadden al eerder bedacht dat het wordt wel allemaal heel groots. Het wordt allemaal groots gebracht. En dat is misschien niet helemaal hoe het altijd is. Dat bedoel je daarmee? Dat is niet hoe het normaal altijd is? Nee, niet echt hoe het echt is. Dat het dan, vorige keer dat hij dan ook hele mooie dingen belooft en dan zegt, we gaan 50% verminderen in hoeveel je moet betalen en dat dat nooit te doen is. Dat het niet doorberekend wordt. Maar dat er ook nu dus aangegeven werd dat de hoeveelheid mensen die daar aanwezig was, niet zo enorm groot kon zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Waarvan akte? Waarvan akte? Ja. Dus. Dierennieuws. Ja, dierennieuws. Nog één dingetje over Kamala, dan hou ik er mee op. Oh my god. Ja, ik heb die gezien ook, ja. Over de agenda for black men. Ja. Waarvan ik deze nog steeds niet snap. Protect, ze heeft dus allemaal punten waar ze de zwarte man mee wil paaien. Protect cryptocurrency investments so black men who make them know their money is safe. Ja, die begreep ik ook niet. Ik begreep sowieso een aantal dingen niet. Waarom dat dan specifiek voor de zwarte man was. En het marihuana legaal maken is ook iets voor louter zwarte mannen. Nou ja, dat zou dan banen mogelijkheden creëren. Speciaal voor de zwarte man. Nee, dat. Ik weet niet of dat nou zo positief is als je dat ze op die manier brengt. Ik vond de cryptocurrency, dus een investering beschermen,
En je maakt mensen infantiel, dacht ik. Ja. Dus in plaats van dat je zegt, oké, waar kampen... want in elke cultuur of elke gemeenschap... daar heb je specifieke punten waar ze beter in zijn. Specifieke punten waar minder toegang toe is, bijvoorbeeld. Ik denk dat er veel groepen zijn. Volgens mij is dat wel eens gezegd over zwarte mensen in Amerika, bijvoorbeeld bepaalde regio's, die minder de mogelijkheid hebben, omdat ze in hele arme wijken zitten, dus minder de mogelijkheid hebben om naar universiteiten te gaan. Ik zou zeggen, richt je daarop. Ja. Dat voor specifieke arme wijken, dat je dan zorgt dat daar meer potjes zijn om die betere opleidingen te kunnen geven. En zodat zij ook naar de grote universiteiten kunnen gaan. Maar dit is... ik las het als ze mogen meedoen met spek en bonen. Ja. We gaan dingen die nu niet legaal zijn en die misschien in vooroordeel gedaan worden door deze mensen, gaan we bevestigen door het te legaliseren. En dan mogen ze hetzelfde doen, maar dan is het... Ik vond het niet een... En ik dacht zelfs eigenlijk dat het nep was. Want toen dacht ik, deze is heel simpel. Maar het is haar eigen... haar eigen account. Ja, laat ik zo zeggen, als ze mij zouden vragen van wat kunnen we doen aan mooi... Ik had iets anders gezegd. Ik moet zeggen dat ik het verbaasde mij en ik begreep hem ook niet. Protect cryptocurrency investments. So black man, met een hoofdletter. Waarom is alles met hoofdletter? Ja, dat is Amerikaans. Oh, oké. So black man who make them know their money is safe. Ik zou dus zeggen, weer... Zijn dat dan de zwarte mannen die crypto farms hebben? Die minen? Who make them? Black men who make them? Who make investments. Oh, oké. Okay. Dat is terug. Oh ja, investments, oké. Okay. Ja. Dus dan is het, maar dan, hoe zit het dan? Ik zou zeggen, want het... Dus wat de blanke mannen, die zijn hun investeringen sowieso kwijt. Die zijn het kwijt. En ik zou denken, want eigenlijk is er al uitgewezen dat er nu heel erg wordt gericht op jongeren met cryptocurrency. En dat die jongeren dus te weinig weet hebben van hoe dat nou zit. Het wordt aangegeven als een hele snelle manier van geld te verdienen. Ja. Er worden auto's gehuurd en villa's gehuurd. En dan wordt er gezegd, kijk eens even hoe ik mijn geld heb verdiend. Kom even bij mijn investering. Dan wordt er snel geld in geïnvesteerd. Dan trekt iemand de stekker eruit en loopt weg met al dat geld. En dat is een groot probleem wat nu direct getarget wordt bij jongeren. Ja. Als dat bij de zwarte man in Amerika ook zo is, dan is blijkbaar een groter probleem dan bij anderen, dan zou ik zeggen, weer richt op educatie. Ja. Voorlichting en zorg dat er gewoon meer duidelijkheid is. Dan hoef je dus niet mensen voor spek en bonen. Dit is mensen infantilisering is het. Ja, nou. Dierennieuws. Dierennieuws. Nou, er is nu een campagne gestart. Normaal gesproken is dat in de zomer een beetje, wordt er gekeken volgens mij. Maar voor de egeltjes. Je hebt geen tuin, hè? Nee. Nee. Ik woon op Driehoog. Ja, dat is dan wel. Als er dan een egeltje bij jou komt, is wel heel erg knap. Maar er wordt gezegd van let op, de egeltjes willen we graag... Cameron, die maakt je bank kapot, sorry. Ja, hij is wel zindelijk nog, hè? Ja, ze is echt oud al. Maar, Okay. Maar dus er wordt nu aangegeven van let op. De egeltjes moeten weer beschermd worden. Kijk even, dus zorg voor alle bladeren. Dat je niet alles weggooit. En dat je tuin egeltjesproof maakt. Hmm. Dus... Maar... Okay. En hoe ongelooflijk leuk is het als je dan een egeltje in huis hebt? Maar, of niet in huis, in de tuin. Maar dit is niet nieuws. Verbazingwekkend. Of goh, wat doen die egeltjes dat toch weer gaaf? Nee, ik ga niet zoiets opzoeken. Ik dacht gewoon, ik zeg iets. Nee, maar weet je, awareness van over de egeltjes, dat... Zet een bakje buiten met wat kattenbrokjes en dat soort dingen. Ja. Nou ja, ik dacht gewoon, dat kan ik toch ook gewoon zeggen. Ja. Wat er vanmorgen is gebeurd, naar buiten is die jongen van
One Direction, heb je het gehoord? Ja, maar ik... Wil je het daar niet over hebben? Jawel hoor, maar ik dacht nog... Maar ik weet helemaal niks van One Direction. En ik ken de jongen niet. Het is een boyband volgens mij. Het was een boyband. Hij was nog maar 31, dat is jong. En volgens mij was... Dit is een lieveursbeestje. Ja, sorry. Ja, hij was 31. En die boyband is van 10 jaar geleden, dus toen was hij 21. Ja, dus zij waren allemaal, zijn allemaal jongens die bij X-Factor UK kwamen. En toen los van elkaar. En toen op een gegeven moment is er geopperd, laten we kijken of we er een boyband van kunnen maken. Dat is een wereldwijd succes geweest. Het zegt niet dat je er niks van weet. Nee, maar ik weet dat het een enorme band was. Maar ja. Toen op een gegeven moment zijn ze uit elkaar gegaan. Toen zijn ze allemaal een solo carrière begonnen. Nu waren ze, alle leden waren volgens mij wel in datzelfde land. Is dat Brazilië? Dat zullen we even Argentinië. Argentinië. En vanwege... een concert van één van hen, dus een andere jongen. En er is gezegd dat hij ineens veel... Hij werd heel onhandelbaar, hij werd lastig, er werd al politie. Toevallig, voordat jij binnenkwam, de conversatie met 911. Oh, heb je het geluisterd? Gelezen. Oh ja, ja. De receptionist van het hotel zegt dat er iemand is die... zoveel drank en drugs heeft gebruikt dat hij gewoon, als hij bij is, van het pad is en de hele interieur sloopt en dat er snel iemand moet komen. Ja. En er zijn twee van soortgelijke meldingen binnengekomen ongeveer een half uur voordat hij van het balkon is gevallen. Ja. Ja. En 3 hoog is niet echt een hoogte dat je denkt, dat is een hoogte die je springt voor zelfmoord. Oh, nee, precies. Dus het is waarschijnlijk een onfortuinlijk ongeluk geweest. Dat denk ik, want als je, ik neem aan dat het een hoger gebouw is met balkons. Als je zelfmoord wil plegen, dat je gewoon... Dan ga je nog verder naar boven. Zoals Herman Brood het deed. Ja, ik blijf altijd, als ik dan langs dat hotel rijd, dan denk ik... Oh ja. Ja. Dat is toch wat je dan... Nou ja, het is in ieder geval... Denk je, niet meer aan, je denkt niet meer aan John Lennon. Je denkt toch aan Herman Brood. John Lennon? En Yoko Ono, die daar een sit-in hadden. Oh ja, natuurlijk. Ja, met die foto's en mijn hemel. Ja, met de gitaar. Nou, nee, maar dat is ook wat langer geleden voor mij. Ja, maar dat heb ik ook niet meegemaakt, hoor. Nee? Ja, ik was wel geboren. Precies... ik zie er goed uit voor mijn leeftijd, hè? Ja. Nou ja, maar het is in ieder geval... En ik denk ook, het zijn natuurlijk ook best veel jonge mensen die nu voor het eerst misschien in aanraking komen met de dood van een jonge popartiest. Ja. Kijk, we hebben dat allemaal gehoord. Club 27, daar zit hij niet in. Maar nou ja, het is wel heftig, die drugs en drank. Dat zoveel gebeurt en dat mensen zichzelf dan zo volledig kwijtraken. Ja, het Amsterdam Dance Event heeft nu een pop-up ecstasy winkel in Amsterdam. Echt? Wat is er net begonnen? Gisteren gestart? Ja, maar het is, dus hier kan er volgens mij geen ecstasy kopen, maar wel laten testen. Oh, maar dat is heel goed natuurlijk. En dat is vaker, toch? Ja, maar aan de andere kant moet je nou als stad daarin voorop willen lopen, terwijl er gewoon echte problemen zijn of zo. Dat gaat toch, maar het is, ik vind dat het wordt vaker gedaan dat je je spul kan testen hier in Nederland. Dat is. Ja. Ik denk dat, want het punt is, het gebeurt en het wordt gekocht en zeker op zulke soort feesten. En dan kan je maar beter zorgen van, oké, we kunnen het niet tegenhouden, maar laten we dan zorgen dat de mensen niet onmiddellijk doodgaan daaraan. Ja. Maar het andere punt, volgens mij was dat Faya Laurens. Maar dat weet ik, dat is eigenlijk iets wat ik zou moeten zoeken. Maar die had nu gezegd van ja, voorheen... ik zou het eigenlijk moeten opzoeken of zij het was. In ieder geval laten we zeggen, iemand die veel op social media zit of Instagram zit, een soort influencer. Zij had dan gezegd van ja, voorheen nam ik allemaal pilletjes en ecstasy en weet ik wat, als ik naar zo'n feestje ging. En dan had je de dinsdag dip. Waarschijnlijk als je googelt op dinsdag dip. Die heb ik gezien. Oh, ja. Dat was haar inderdaad. Ja, zij toch? Ja. En dan, want dan heb je dus al die drugs gebruikt. En dan daarna stort je helemaal in en wil je helemaal niks meer. Maar nu, als je nu dit poedertje neemt, dan heb je die dinsdag dip niet meer. En toen dacht ik,
holy smokes. Je bent gewoon aan het vertellen. Want je kan dan denken, oké, maar hier in dat poedertje zit niks. Maar het poedertje ga je nemen zodat je al je drugs goed kan gebruiken. Je bent gewoon een doorgeefluik, een punt voor drugs. Ik vond het... Ja, ben ik ouderwets of wat is het? Ik vond het zo schokkend. Nee, en vooral omdat het waarschijnlijk gewoon... hoe heet zo'n ding? Elektrolyt is? Nee, het gewoon kwakzalverij is. Oh, ik dacht het zijn gewoon vitamines en dan een beetje extra vitamine D en magnesiumpoeder. Dat soort dingen wat je gewoon ook in de... Ja nee, maar het is dus een vorm van oplichting omdat iedereen... Ik vind het niet alleen... Ik vind dat vorm van oplichting... dat moet je dan zelf nog maar weten wat je gaat kopen en wat niet. Want je mag ook steentjes kopen en die draag je dan bij... en dan ben je helemaal gezuiverd. Dat moet je allemaal zelf weten. Maar dat je iets verkoopt zodat je je drugs beter aan kan... Ja. Dat vind ik erger dan wat jij zegt van je kan je drugs laten testen. Want dat gaat over... Dit was niet in de ecstasy-winkel, volgens mij. Dat was volgens mij niet iets wat aan die ecstasy-winkel gekoppeld was. Wat is dat nu? Waar koppelt het aan terug? Aan dat poeder wat zij aan de man probeert te brengen. Zij zegt dat het tegen de dinsdagdip is voor als je op de feestjes... En ze zegt zelfs, nou, zo fantastisch. Ja, misschien zie je me nu op ADE ook wel lekker precies, helemaal stuiteren. Maar dat staat los van het concept de ecstasy laten testen in die winkel. Nee, maar we kwamen er nu op. Ik bracht het in omdat jij zei ADE en je zei dit. En toen dacht ik, maar wat nog veel vreselijker is, dat... Ja. Nee, dus ik koppel het aan elkaar. Ook een soort... drugshype. Ozempic. Ozempic, ja. De Britse regering wil onderzoeken of een afslankprik kan helpen mensen weer aan het werk te krijgen. Het gaat om tirzepatide in het afslankmiddel Zepbound, Mounjaro, een concurrent van het bekendere Ozempic. Londen hoopt daarmee in bredere zin ook het hoge percentage langdurig ziekteverzuim omlaag te krijgen. Ik weet niet precies wat ik hiervan denk, maar ik vind het merkwaardig. Dat vind ik wel. Maar is overgewicht, dat is natuurlijk in Engeland een probleem. Is overal in het Westen is het veel voorkomend. En dat geeft ook... gezondheidsproblemen. Het idee is dat mensen dan ook meer energie hebben en meer ondernemingslust. Met een prik. Met een prik. Ja, nou ja, ik heb begrepen dat Ozempic, dat dus ook heel makkelijk te verkrijgen is. Gewoon via TikTok en zo. En dus ook bij jongeren. Ja, ik vind het allemaal zulke troep, jongen. Dit is echt verschrikkelijk. Ja, ik ben 17 kilo afgevallen zonder... Zonder Ozempic? Ja. Wil je echt zeggen van, ik heb dat zelf gedaan? Ik heb dat zelf gedaan. Nou, goed. Kijk, ik ben nog nooit vol geweest. Nee. Ja, wel eens. Ik heb gegeten. Maar ik bedoel... dus ik heb daar heel veel geluk mee, denk ik. Gewoon minder snoepen. En ja, soms heb je wel honger. Maar ja, en dan moet je maar gewoon eens een... Ja, en ik merk ook gewoon voor mij is het... Mijn lijf heeft echt heel erg behoefte aan sporten of wandelen. Ik wandel sowieso heel erg veel. Dus, en als ik dat niet doe, dan voel ik me gewoon minder goed al. Ja. Dus ik heb de stap om eerst fysiek iets te doen. Die zit bij mij sneller, omdat ik anders mentaal daar ook... Die heb ik me afgelopen jaar ook aangeleerd. Dat zat niet echt in me. En dan helpt het dat ik squash en dat ik dan altijd een partner nodig heb... dat je gewoon een afspraak kan zetten. Want als je in je eentje zeg maar gewoon naar de sportschool gaat... dan denk je makkelijker van laat ik het maar morgen doen. Ja, maar als je een afspraak hebt om samen iets te gaan doen, dan ga je gewoon. Ja, ik heb dat hondje. En die moet gewoon, zij moet gewoon lopen, iedere dag. Maar ze is nu zo oud dat wij laatst... we hebben dan een grote ronde en we begonnen. En toen was voor het eerst, dat heb ik alleen maar op Instagram met filmpjes gezien. Zij liet zich gewoon vallen en ze stond niet meer op. Dus toen heb ik de hele ronde heb ik met haar mijn armen. Dat is 10 kilo. Dus ik vind het wel een sportschool. Maar dat is inderdaad, maakt het uit. Ja, ik zou zeggen... zorg dat je met z'n tweeën dit aangaat. Dat is sowieso makkelijker. Wat dan ook, wat er ook voor uitdagingen zijn in het leven. Nou, ik heb nog twee dingetjes. Ja? Drie misschien. Okay.
Nee, ik ga ondertussen ook naar iets echt gezelligs. Want dat had ik natuurlijk wel onderdeel van iets dieren. Dus vertel verder. Ja. Ik kan... Die pager dingen die ze hebben laten ontploffen bij Hezbollah. Ja, waar jij zo van onder de indruk was. Ja, nee, ik ben dus nu nog meer onder de indruk. Want er is dus... ze hebben dus een pager gemaakt. En die pager had een speciale batterij die door de Mossad zo was geprept dat die ontplofbaar was. Zonder dat dat met X-ray te ontdekken was dat dat een explosief is. Mm-hmm. Maar die batterij had weer een type nummer wat niet bestond nog. Dus hebben ze eerst... als niet zijnde Mossad bij een Taiwanese producent gezorgd dat die batterij zeg maar in hun webshop terecht kwam, zodat als Hezbollah te herleiden is naar China in plaats van en dat als het gegoogeld werd dat het gewoon bestond het apparaat. En ja, ik vind dat zo ontzettend van de lange termijn ding. Dat vind ik waanzinnig. Nou ja, dat is, het is in ieder geval... En ook, het is James Bond-achtig, hè? Ja. Dat hadden we al gezegd, ja. En ook de stappen terug zijn op James Bond. En dan ook gezorgd dat er reviews over dat product zijn... en over die specifieke batterij... en dat die goede kwaliteit-prijsverhouding heeft. En oh ja. Allemaal dus dat zo'n mannetje van Hezbollah dan zit te zoeken... nee, we moeten echt deze hebben. En ik krijg nu ook nog een... en daar dan ook nog voor betalen. En dan heel veel marketing op Instagram... zodat ze zeker weten dat ze die pakken. Ja, ja, kijk, pagers zijn natuurlijk niet een product... wat heel veel nog... gebruikt wordt. Maar er moest gewoon wel wat online te vinden zijn voor hun als potentiële koper. Nou ja, dat is lang voorwerk. Maar ik bedoel, eigenlijk zou je dat ook wel verwachten, toch, dat het allemaal zo... Ik bedoel, dat zijn wat wij dan horen over geheimagenten dingen, dat is... dan is het allemaal ingenieus. Want als we iets horen van wat suffig is, dan zou ik ook denken, nou... Ja. Dat had ik beter gekund. Ja. Ik bedoel, het moet ook wel indrukwekkend zijn. Maar dan had ik over wat volgens mij gisteren is... of het is vanmorgen, maar de allerjongste ooit in Nederland... die een lintje heeft gekregen. Dat is een meisje van 17. En zij heeft volgens mij slokdarmkanker. Ze wordt niet meer beter en ze gaat ook heel snel dat het eindig is, zeg maar. Ja. Dat is duidelijk. Dood is het woord. Dood. Dat wou je niet zeggen. Nee. Ik vond het zo grof om dat te zeggen. Ja, Even paardje wat dit betreft, de zelfcensuur. Je hebt altijd die ondertiteling. En dan worden... Onlevend of zo zeggen ze dan. Maar dan ik snap dat je het woord fuck niet mag zeggen. Dus dat je dat dan ook als het ondertiteld wordt... met sterretje doet. Sterretje. Ja. Maar ook hele gewone woorden, like assassin. Dat er dan, weet je wel... Maar weet je waarom dat ook is? Nu gaan we dus voor mijn hele mooie verhaal even... Maar dat is ook omdat door sommige websites wordt dat dan minder getoond. Omdat woorden zoals assassin of gun of dat soort dingen... daar zit een algoritme in dat het niet wordt getoond. Dus of moord of dat. Dus daarom is het ook. Dus dan hoor je het wel, maar dat wil ik weten. Oké, nou dan heb ik je mee. Terug naar jou. Ja, dankjewel. Dat is positiever nieuws. Want eerst begin ik met vreselijk nieuws dat het meisje dus doodgaat. Maar zij heeft dus iets gestart en ze heeft dat met andere mensen die zich daarvoor inzetten, bekende Nederlanders, die dan helpen om haar direct op het podium te krijgen. Maar heeft zij dus gezegd, oké, ik wil heel graag, ik word niet meer beter. Mm-hmm. Dat is een gegeven, .nl. Maar ik wil wel dat er gewoon veel informatie komt en dat er veel onderzoek gaat komen. Dus zij heeft een afgeschermd Instagram of zo. En dan kunnen mensen, die gaan haar dan volgen, maar voor een bedragje. En dan moeten ze een basisbedragje moesten ze dan doen. En dan konden ze haar gaan volgen. En zo heeft ze ongelooflijk veel geld heeft ze bij elkaar gehaald. Ja. En nu heeft ze dus de allerjongste ooit, heeft ze dus een lintje gekregen. Had ik het al opgezocht of zag ik hem nog voorbij komen?
Had ik hem al opgezocht, zal ik hem verwijderen. Hier, 17 jaar ongeneeslijk zieke Jade krijgt koninklijk lintje voor inzet kinderkanker. De ongeneeslijk zieke Jade Kops uit Schavenzande is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau. De 17-jarige kreeg de koninklijke onderscheiding, onder meer voor haar bijzondere inzet voor kinderen met kanker en hun families. Daarmee is Jade een van de jongste, ik dacht de allerjongste. Wat flauw weer. die een koninklijke onderscheiding ontvangen. In de huidige tijd in deze wereld zouden velen aan jou een voorbeeld kunnen nemen. Je bent erin geslaagd verbinding te maken, mensen te raken en mensen te inspireren, sprak burgemeester Bouke Arends van de gemeente Westland Jade toe. En zij kreeg dus als 14-jarige meisje te horen dat ze dus inderdaad zeldzaam een vorm van kanker in haar keel, wat zei ik daarnet? Slokdarm. Nou ja, goed. In ieder geval iets in de keel, kanker. Dus ze wordt niet meer beter. Ja. Nou ja. Dus nu. En het is dus. Ik vind dat wel heel bijzonder. Dus haar Instagram-account, Mijn Leven met Kanker, laat Jade zien hoe ze de strijd aangaat. Je had toch jaren geleden. Dat was er ook iemand die doodging. En daar ging toen Paul de Leeuw een liedje over zingen. Mr. Blue of zo. En dat was ook. Was ook een jong iemand. Oh, dat ging over aids, geloof ik. Er ging ook iemand die jong was dood. Ja. Is dat je dan, antwoord op mijn... Ja. Ja, en daar werd er dan ook geld mee verdiend. Oh ja, wel goed. Ja. Ja, maar ik vind het dus... En Paul de Leeuw. Nou ja, ja, ik weet niet, maak er zelf van... Ik vind dus dat, dat het wel... als je dus weet van oké, dit is wat er gaat gebeuren. Het komt niet meer goed. En dat je dan ergens energie haalt... vandaan haalt en dan zegt... ik ga nu mijn laatste momenten... ga ik inzetten... om andere mensen... te kunnen helpen. Of dat het in ieder geval beter zou gaan... met hen dan, met, dan het nu met mij is gegaan. Nou ja, dat is heel bijzonder. En, ja, vond ik ook mooi. Mooi. Ja. Dan hebben we nog... met die demonstraties. Die hebben dan nu... Die pro-Palestijnen demonstraties, die hebben een eigen ordendienst. Heb je daar dat filmpje van gezien? Nee. Gaan we even kijken. Oh. Ms. Harun Raza, ik ben de voorman van Paul. Wij zijn in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het recht op demonstratie, welke gegarandeerd is in onze grondwet, daadwerkelijk gegarandeerd blijft. Ja, nou zie je dus wat beelden van mensen waar ogenschijnlijk zinloos politiegeweld tegen gedaan wordt. En dan zie je ook een haag van die mensen van Paul daar dan voor staan die de klappen opvangen. Naast een ordendienst voor iedere vreedzame demonstratie, iedere sit-in en iedere andere vorm van vreedzaam geweldloos protest. Dat betekent ook dat op het moment dat u aangevallen zal worden door zionisten of rechtsextremisten, waar overgaan tot burgeraanhoudingen. Dat betekent ook dat als de ME of de politie te ver gaat met het aanwenden van geweld, dat we in gesprek gaan, dat we proberen te deescaleren. Kijk, staan ze ervoor. Noodzakelijk dat we onze lichamen gebruiken. Vangen ze de wapenstok op. We komen geweldeloos richting de politie uiteraard, maar wel beschermend richting u, onze zusters en onze kinderen. Ja, en dan wat Arabische teksten. Die we... Mijn naam is... Maar hij, wat hij dus zegt, ik heb geprobeerd deze organisatie op te zoeken, maar ik kwam er niet. Hij zegt, wij zijn in het leven geroepen. Ja, door wie dan? Ja, ja. Ja. Ik vind het nogal ja, wat. Ja. Nee, het ene punt zou je kunnen zeggen dat zij dan... Dan kom ik weer met mijn nuancering. Maar aan de ene kant dat zij ervoor gaan staan en dat als er klappen worden uitgedeeld, dat zij het opvangen, dat is... Op zich heel nobel natuurlijk, dat je zegt van nou ja, wij zijn onderdeel van de demonstranten en als er dan klappen worden uitgedeeld, dan zorgen we dat wij ze opvangen. Ja, ze beschermen islamitische demonstranten tegen zionisten, maar hoe bepalen zij... Nee, dat heeft iemand anders gezegd, dat is een frasering. Dat is frasering, maar hij zegt wel extreemrechts en zionistische aanvallen. Dat zegt hij, ja, dat zegt hij en politiegeweld, maar... Maar jij, dat islamitische, dat is een frasering van iemand anders. Maar, dus dat eerste gedeelte, dan denk ik, nou ja, op zich, je gaat demonstreren en er is een kans dat er geweld is van welke kant dan ook. En dat je dan zegt, oké, wij vangen dat op, want we vinden het demonstratierecht te belangrijk. Let's go. Maar de andere kant komt het over
als bijna een, de andere kant, alsof zij ook een soort politie... Alsof het een soort knok is. Ze zijn gekleed als een soort knokploeg. Ja, en de edit is ook een beetje met fakkels, weet je wel, van die noodfakkels erachter. En dan de snelle edits. Het is een beetje een spannende... ik zou zeggen, als je vreedzaam, wat hij veel gebruikt, het wordt vreedzaam, geweldloos. Als dat is wat je wil uitstralen, dan moet je niet rode alarmfakkels en zulke soort edits maken. Marketingtechnisch zou ik het anders adviseren, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar het feit dat zij de klappen opvangen is prima. Maar ik bedoel, ze willen dan ook burgeraanhoudingen gaan doen. Nou, even, ja, hoe werkt dat nou? Dat heb ik nooit begrepen. Ja, er was laatst ook een jongen van zijn scooter getrokken in Zwanenburg... die een overval op een sigarenzaak... Ja, en de postbode of zo. Was dat niet de postbode? Dat is gewoon dat je op iemand gaat zitten tot de politie er is, zeg maar. Oh ja, want ik heb dat. Ik dacht, doen we dat nou hier ook of is dat alleen in Amerika? Maar dan, er zijn namelijk ook... heel snel mensen die gewoon... dan zie je van die filmpjes en dan roept iemand... dit is een burgerarrest! Dan denk ik... hoe werkt dit precies? Maar goed, als dat iets is wat gewoon mag, een burgerarrest... daar weet ik dus gewoon te weinig van af eigenlijk. Nee, maar zo'n groepering die zal dan... door zo'n... ja, hoe heet die Samoudan of zo? Die zal gefinancierd worden ergens door. Mm-hmm. Maar ik stel nou dat de Nederlandse overheid niet de ballen heeft om te zeggen tegen zo'n organisatie... jongens, jullie begeven je op het randje van de wet. Als je het ergens niet mee eens bent, hebben we een rechter waar je naartoe kan stappen. Balanceren ze nog niet. Het enige wat hier verkeerd aan is dat we het komt intimiderend over. Terwijl in zijn tekst zit dat niet, maar het komt toch, het filmpje komt intimiderend over met al grote, die grote, brede kale mannen. Met die fakkels en dan die hoodies en dat soort dingen. Dat komt gewoon intimiderend over. Maar dat is niet. Ik bedoel. Een zwarte hoodie dragen en een noodfakkel is niet op het randje van de wet. Nee, maar burgerarrest en ik zie het. Maar als we het gaan tolereren, dan evalueert dat iets in de komende 20 jaar. Dat zou kunnen, omdat zo oogt het. En dat is vooral een editkeuze, denk ik. Maar als je van tevoren dingen gaat verbieden zonder dat er iets... dat is nog veel erger, denk ik. Nou... Dan heb ik nog steeds geen leuk dierennieuwtje gegeven. Maar ik zag wel even iets, maar dat heb ik niet van tevoren gelezen... over verzetsmensen, waar wij het eerder over hadden gehad. Ik vergeet steeds dat ik dat niet mag zeggen. Zou ik al een tik op mijn vingers. Wat mag je niet zeggen? Hier, staat hierbij? Ja. Verzetsmensen. Zorg voor oud-verzetsmensen... en discussie centraal in tentoonstelling. Want je had gezegd dat er dus een iemand een verzetsheld... en niet zomaar een verzetsheld, zei je nog. En toen noemde je een naam die bij heel belangrijk was. Ik onthoud eigenlijk zelden iets wat moeilijk. Ik heb gezegd. Ja, ik dacht dat je ging zeggen namen. Ik vind namen lastig altijd. Maar... een tijdje zei, we moeten gewoon, en dat zei ik toen ook... ik ben het ermee eens dat we verzetshelden... in het zonnetje zetten. Mijn grootouders hebben elkaar leren kennen in het verzet. Hoe romantisch is dat? Verzet tegen wat? Tegen de nazi's. En niet van de nazi's van nu op het internet. Niet, ja, dus... wat verdik je? Ja. Nou, tegen de nazi's. Dus zij waren... En hoe romantisch is dat? Het heeft niet stand gehouden, ik trouwens. Ik verstond hoe romantisch, maar wat... Hoe? Romantisch. We hebben het heel erg gehad nu. Ja, ik zit even te kijken, we zitten al over een uur. Ja, we hebben het heel erg gehad over Amerika weer. Terwijl er allerlei dingen gebeuren in de Nederlandse politiek. Ja, wat invloed heeft. Ja, maar breng het dan op. Direct. Nee, ja, jij zegt gewoon, elke keer zeg je... ik heb nog één dingetje, denk ik. Oh, nu komt er iets leuks. Weet je wat Kamala heeft gedaan? Maar weet je wat Trump heeft gedaan? En dan, hoe kom ik daar nou tussen met... nee, maar Marjolein Faber dan? Ja, nou, ik... De biomassa-centrale, die gaat niet door.
Vinden we dat? Oké, okay, heb ik daar iets... Je zat hier in Amsterdam. In Diemen. Maar dat was nogal een dingetje. Want er worden dan gekapte bomen uit Canada gehaald om hier tot pulp te verbranden. En dat levert eigenlijk helemaal niks op. En dat was hier het idee. Ja, dus die zou door Vattenfall gesteund door GroenLinks in Diemen gebouwd worden. En dat is van de baan. Oké. Okay. Dat vind ik... Vind je dus goed? Dat vind ik goed, ja. Nou ja, heel goed. Ik zou denken, als er zoveel wordt verbrand... en we zijn ontzettend... je mag helemaal niet meer een vuurtje maken in de tuin... want dan gaan je bovenburen klagen bijvoorbeeld. Dat heb ik uit zeer betrouwbare bronnen vernomen. Is die bron de bovenbuurmens? Die bron ben ik zelf. Oh. En de bovenburen, ja precies. En dan wordt er hier enorm veel verbrand, wat voor veel meer uitstoot en zou leiden. Ja. Wat is er? Oh nee, het dood van een diertje. Bezoekers natuurgebieden de oeverlanden geschokt door dood Schotse hooglander. Was het drugs? Was het geweld? Was het Paul die alvast ervoor zijn gaan staan? Ja, maar we gaan toch niet bij dood van één dier? Tenzij het natuurlijk stroperij is geweest. Dat denk ik vast. Wat was dat op een gegeven moment? Was dat toch met dat er Poolse werkers waren die dan de reigers hier... Dat was een theorie van mijn buurman. Oh ja. Nou, heftig, ja. Nee, niet reigers, eenden. Hoeveel is het vandaag? 17. Kunnen we dan nog steeds zeggen... die Amerikaanse vrouw opgejaagd door 100 wasberen had je? Ja. Nee, ga je gang. Dus dat is het laatste nieuws. Is het Amerika? Ja, oké, heel goed. Ja. Dus de Amerikaanse vrouw opgejaagd door 100 wasberen. In de Verenigde Staten is een vrouw dagenlang achtervolgd. Maar hebben we het echt niet vorige keer gezegd, dit? Oh, ik ben echt zo bang dat ik dit al een keer heb genoemd. Want ik word er gewoon opnieuw enthousiast. Want ik kan me ergens herinneren dat ik dan zeg... ik zou het gezellig vinden. Kijk maar even, ik doe gewoon alsof ik het voor het eerst hoor. Oké. Nou, in de Verenigde Staten is een vrouw dagenlang achtervolgd... en lastig gevallen door zo'n 100 wasberen. Uiteindelijk belden ze de hulpdiensten... omdat ze constant door de dieren werd opgejaagd... en haar huis niet meer uit durfde. Ze heeft natuurlijk zelf wel een beetje uitgelokt door die beesten gewoon. Maar staat er ergens wat ze aan had? Eerst lokken met stukjes brood en zo. Oh, ik dacht dat je bedoelde dat we die andere kant gingen. Van had ze een slokje alcohol of weet je. Kunnen we ergens de schuld op de vrouwen? Ze maakte het die wasberen wel heel erg makkelijk. Ja, precies, het rokje was te kort. Ja, nee. Inderdaad. Al tientallen jaren voerde de vrouw een klein groepje wasberen. Het is niet duidelijk waardoor hun aantal plotseling explosief steeg. Nou, gezondheid wellicht. Dat zou kunnen. De vrouw zei dat de wasberen steeds agressiever werden. Voedsel eisten en dat ze haar dag en nacht achtervolgden en aan deuren zaten te krabben. Ja. Ik denk toch niet dat ik het heel gezellig zou vinden als er 100 wasberen achter mij gaan. Nee. Nou ja. Ja. Marjolein, hartstikke fijn dat je er weer was. Ja. Ik dacht, we gaan er gewoon een lekkere, korte, bondige aflevering van maken. Maar... Ja, we hebben er weer eens ook heel veel het hondje wakker maken dat hij ook gedag zegt. Doe jij dat maar. Oh, Cameron, wakker worden. Hé, hey, schatje. Schatje, kom maar even aan los. Oh, kan niet meer, hoor. Kan niet meer. Hoi. Zo, kunnen we nog even gedag zeggen? Zo. Dank allemaal voor het kijken. Volgende week is Maarten er weer, zegt hij. Ja, ik kom niet meer, hoor. Ik ben er klaar mee. Nee, ik ben echt... Absoluut klaar mee. Nee, het was heel gezellig. Dank voor de gevulde koek. En vergeet niet te abonneren en te liken en te delen. En wat leuks te zeggen over ons. Ja, en over Cameron. Ja. Doei. Wie is Cameron? Dit is Cameron. Cameron Harris. Nee, dat is echt vervelend dat je dit zegt. Ja, ze komt wel net zo labiel over. Excuse me, Cameron is de oudste van allemaal. Hè? Ze is 15 jaar oud, dus dat is 105. Ja, dat is oud. Oké, dag. Dag! Je hebt nog steeds niet op stop gedrukt.
nog steeds niet. Misschien is deze batterij niet.